De scheidende ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname, Zhang Yingxiong, is door de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Boutersen, gedecoreerd. Het staatshoofd bedankte de ambassadeur voor zijn geleverde diensten en de goede samenwerking die er was tijdens zijn ambtsperiode in Suriname. Wij nemen u terug naar het moment. Today, we have come together to bid farewell to you as the highest representatives of the People's Republic of China in the Republic of Suriname. Ambassador Zhang Yingxiong, you have started your tenure as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in Suriname on May 25th. Since 2016. Since then, we have proven to be a committed diplomat and a well-wisher for the development of Suriname and its people. I wish to take this opportunity to elaborate on your invaluable record by highlighting some of the numerous achievements which you have accomplished, some jointly and some by your own result-oriented mode of operation, which is also the modus operandi of your staff. In the first place, you have contributed to intensifying the links between the Ministry of Foreign Affairs and the Embassy of China with real and tangible results and the seamless establishment of a reliable network at the public, culture, and private level. The training and scholarship program has seen a significant growth due to your dedicated efforts to make this initiative a truly beneficial one for the Surinamese skaters. We have witnessed a remarkable interest for the short trainings and seminars offered by the People's Republic of China. The record was so excellent that without hesitation, there are 400 training opportunities in the year 2018. In fact, it is due to your special efforts that our country benefited from an additional 100 slots of bilateral training in the field of diplomacy, security, mushroom cultivation, organizational development, and infrastructure. Excellency, bringing the impressive One Belt, One Road initiative, OBOR, from President Xi Jinping to Suriname will transform the opportunity of growth of the Surinamese public and private sector. I can assure you, Mr. Ambassador, that even after your departure, Suriname will play its part to ensure its position at the realization of this initiative. We also look forward to a pleasant and fruitful relation with your successor. Although there is a sad notion when saying goodbye, we know that the relations between our countries will continue. Thus,
We are parting in a positive atmosphere. A positive atmosphere of friendship and respect. And we wish you success in your future endeavors. On behalf of the government of the Republic of Suriname and the Surinamese people, on behalf of myself, of the First Lady and my family, I want to express my gratitude to you for the valuable contribution, your friendship, professionalism, and personal dedication towards the development of my country and our people. It is therefore an honor for me to bestowing you ambassador with this distinct medal of honor. Ambassador, that is a Chinese proverb which goes as follows: if you do not experience anything, it is impossible to gain knowledge. I hope that Suriname stays in your heart and that you may visit again as part of your happy retirement. Mr. Ambassador, I salute you. Suriname salutes you. Suriname and the people of Suriname salute you and your family. And I thank you for everything you've done for both our countries. Thank you, Mr. Ambassador. Het is inderdaad een grote dag voor mij. Grootste dag van mijn leven en van mijn carrière. Ik ben eigenlijk vooral diep ontroerend om te zien zoveel excellenties, zoveel ministers hier aanwezig bij deze plechtigheid. Het is mij een grote, bijzondere eer om van president Bouterse een onderscheiding in ontvangst te nemen voor mijn missie hier in de Republiek Suriname te einde komt. Deze onderscheiding die aan mij wordt uitgereikt is een bijzondere eer. Niet alleen voor mijn dienst in Suriname, maar ook voor de bijdrage van al mijn collega's van de ambassade. En dit bevestigt ook het volledige waarde die president Bouterse en de Surinaamse regering hechten aan onze bilaterale betrekkingen. En vertegenwoordigt de vriendelijke genegenheid van het Surinaams volk voor het Chinese volk. In mijn korte werkperiode hier in Suriname, natuurlijk dit is mijn tweede keer in Suriname, dus bij elkaar ben ik hier in Suriname zes jaar. Dus ik beschouw Suriname altijd als mijn tweede geboorteland. Ja. Heb ik met plezier geconstateerd dat onder leiding van president Bouterse de Surinamese regering met succes politiek en sociale stabiliteit heeft bereikt, nationale eenheid en etnische solidariteit heeft verstevigd, veel economische moeilijkheden heeft overwonnen, duurzame ontwikkelingen heeft bevorderd en diplomatieke samenwerking in zowel regionale als internationale gebieden heeft uitgebreid.
Ik ben ervan overtuigd dat met de opvoering van het ontwikkelingsplan 2017 tot 2021 Suriname meer succes zal behalen in het bevorderen van zijn nationale welvaart als ook het welzijn van het volk. De bilaterale relaties tussen onze twee landen bevinden zich nu op een historisch hoogtepunt van snelle en uitgebreide ontwikkelingen. Dankzij de gemeenschappelijke inspanningen van beide kanten hebben de bilaterale betrekkingen tussen China en Suriname de internationale uitdagingen de tand destijds doorstaan en zijn de relaties gestaag verder gegaan. China en Suriname zijn in de laatste 42 jaar met elkaar goed omgegaan met wederzijds begrip, respect, vertrouwen en steun en hebben vruchtbare samenwerking tot stand gebracht, vooral op gebieden van infrastructuur, huisvesting, landbouw, financiën, capaciteitsopbouw en cultuur. Projecten van Dalian 4, Wanica Ziekenhuis, Nationale Breedband en e-governance worden vlot uitgevoerd. Projecten als de 350 huizenbouw, het camera surveillance systeem voor verkeersveiligheid en luchthavenuitbreiding zullen binnenkort worden gelanceerd. Verder is de haalbaarheidsstudie voor het Centrum van Agrarische Technologie al afgerond. Particuliere investeerders zoals Zhonghengtai, Broadhomes en CDIG werken actief aan oliepalm, suikerriet of woningprojecten. Eigenlijk zijn we nu nog steeds bezig om meer particuliere investeerders aanhalen om in Suriname te investeren. Dus ik denk er zijn nog meer brede mogelijkheden voor de samenwerking. Niet alleen op het gebied van infrastructuur, maar ook vooral op het gebied van landbouw. En natuurlijk, zoals de president heeft net gezegd over de samenwerking op het gebied van climate change en Zuid-Zuid samenwerking. Dus eigenlijk zijn we nu bezig om die Zuid-Zuid financiële fonds van China, dit is een van de grootste fondsen in China, om laten komen investeren in landbouwprojecten. En ook, ik denk dat die National Investment Group, dat is de grootste investment groep in China, is ook heeft de belangstelling eigenlijk voor de samenwerking met Suriname. Dus de twee regeringen hebben de MOU betreffend de Belt and Road Initiative ondertekend. En deze zal helpen om de integratie van onze ontwikkelingsstrategieën beter te realiseren. We zullen nauw samenwerken om onze wederzijds complementair krachten naar voordelen van praktische samenwerking en duurzame groei te transformeren in het kader van het One Belt, One Road initiatief. Onze twee landen hebben ook een zeer goede samenwerking en coördinatie in regionale en internationale aangelegenheden en dragen veel bij aan de internationale vrede en stabiliteit. Excellentie de president, excellentie ministers, de tijd vliegt. Ik heb twee zinvolle en mooie jaren in Suriname doorgebracht. En ik zou nooit zo'n ervaring hebben gehad zonder de steun en hulp
van uw excellentie, president Boutersen, de Surinaamse regering en het volk. Als ook vele van jullie die vandaag aanwezig zijn. De goede herinneringen aan Suriname en onze vriendschap tussen mij levenslang bijblijven. Dus natuurlijk ben ik al 60 jaar, ik ga met pensioen. Maar zelfs zo wil ik graag mijn bijdrage doorleveren aan de goede samenwerking tussen China en Suriname. Zoals uw excellentie president heeft gezegd. Zelfs als ik terug ben, natuurlijk ben ik met pensioen, heb ik meer tijd, dan wil ik weer terugkomen. Dus ik ben ervan zeker. Ik wil u ook verzekeren dat mijn successen, ik heb hem al in China ontmoet. Ik heb een beetje verteld over onze samenwerking tussen China en Suriname. Dus ik denk dat hij nu ook verlangt om hier te komen. Hij is een ervaren diplomaat. Hij is nu onze ambassadeur in Vanuatu. Dus hij heeft eigenlijk lang bij Department for American Affairs bij ons ministerie gewerkt. Dus ik geloof dat hij deze regel heel goed kent. Dus hij wil ook zijn best doen. Nog beter doen dan. Beter bijdragen, beter prestaties zal leveren. Dus kijkend naar de toekomst ben ik er volledig van overtuigd dat door nauwe samenwerking de betrekkingen tussen China en Suriname een rooskleurige en welvarende toekomst tegemoet zullen gaan. Dank u wel. I was deeply moved, and I felt very much honored to have this decoration from the president. So this is actually an affirmation for my service here as ambassador of China to Suriname. But at the same time, actually, this is also a affirmation for the good relations between China and Suriname. I have many, many very beautiful moments here. Actually, I came to Suriname to work at the embassy for the first time in 2002 to 2006. So at that time, actually, I loved this country. It was so beautiful, so natural, with the very friendly people, with the very harmonious multicultural society. So I love this country. So when I came here for the second time, you know, I still have this as a lover to this country. I spent two more years, and in the newer capacity, I had the opportunity to do more things for the good relations between our two countries. At the age of 60, I have to be retired, but after my retirement, actually, I have more time. I have more free time. So I'm sure because of my experience here in Suriname, because of my good network here in Suriname, I can still have the ability to promote good relations between our two countries. Actually, there are many possibilities between our two countries, especially in the pragmatic cooperation, like the projects in the field of infrastructure, in agriculture, and also in many other areas. So as the president said, we should have more cooperation in climate change and South-South cooperation. So I'm sure in this framework, we can also do a lot.